Ik ben vandaag bij de krant geweest. Ik heb met een journalist gesproken en gezegd dat het allemaal gemanipuleerd is. Ik heb bij de tape bij een drugsmaatschappij. En toen ben ik naar een journalist gegaan en hij zei, ja, de krant is echt wel bomvol. Alleen hij kan waarschijnlijk wel een plekje ertussen proppen ergens. Maar wat brabbel je nou allemaal? Oh, ja, sorry. Ik ben vanochtend bij Otolien geweest en we hebben een heel lang gesprek gehad. Ze hebben vanochtend al een persverjoning gehad. Dus ik kan de uitzending niet meer tegenhouden. Wat denk je dat we moeten doen? Ik weet het niet, Mark. Ik denk dat we toch maar gewoon onze ouders moeten bellen en Vera en Hans en zo. En gewoon zeggen dat ze niet moeten kijken. Mark, ik ga een tijdje naar Parijs. Hoezo? Hoezo ga je naar Parijs? Om even tot rust te komen. Oké, ik begrijp het. Ja. Ik heb altijd gehoopt dat er een dag zou komen dat jij tegen mij zou zeggen: jij bent het. Ik kies jou. Uit het aanbod van alle soorten en maten kies ik jou. Maar jij bent Mark.